alla lesu yere na o problem na o forlenge problem da imcha papira disi da imcha papira da di da san ne seti unu le krakhere u lukasani and u farander alasani o basles in a kis baso karta gi siximum of wayari ye kis u baso karta direct gi foyari da in po forlenge bora so a tuida san sa o basles ala suma artibum alla suma fu a Beneland, zij liepen naar Beneland, zij rokken naar Beneland, en jullie naar Beneland toe, op gratis gezondheidszorg. In een pilot. Oké? En dat we de karta kon deze, zorg dat de sanne prati hesbiten, dat we een boom fasi, maar samen promisi, voor zijn verkiezing, jouw actie van bakkerij moest bekondigen. Dat uw actie. En tide, a bakkerij ook kon. Lek sat tras mai taki fu hora folk roste dat de mai taki breng het folk brood en spelen anu unu deze president brengt brood en ontwikkeling voor jullie an a brede bakarei yo pai moro chin so moni ga brede kan de moro bu kopu da he foto ma suma o fen roko wat en a bakarei disi uno mara brede an a soso blonfu sa o konfu doro sei Masra bikari jaso, zij jara blonkong. Maar we gebruiken blonk voor jou, dat nak saba blonk. Dus u kan pranken saba, we buyen, you make money. Dat we make brede nanga in alles mooi aan de pe. Maar no brede wang, tras suit fitsani tu. Kan de yo exporter ga dorose ga Guyana, kan de yo exporter ga foto. En dat nak krakti. Hier voor minister, de landbouwproject zou voeren uit Jaso. Ik kies net een briefie. Bij ons mij zoeken Rocco. Ik behandel een briefie die zie. En de minister aan deze ook kies instructie. Ik lees een briefie voor 20 gezin op. Heb je van Oudu? Wat je erin komt. Wat boef was hij? Maar in een verwachting moet je een pakket. Pakket ook Batamara. Pakket ook Batratamara. Moet je ontwikkeling hier. Dat je hebt alle dewa pakket, je hebt alle wiki pakket, alle moa pakket, wat her jaar je pakket. Dat je hebt zekerheid. Die kies je dat rakarta. Morgen zou komen. Maar if you want een echte ontwikkeling, if you want een echte ontwikkeling naar Apura, zijn adres, zo mag ik dat ik niet zijn adres. If you want echte, echte ontwikkeling. Want zijn de ontwikkeling, ik kom vertraagd, ja zo, aan afstand. A pasilanga. En heb de sandoro jaso, de prijs, hey, adiri, ino ma payen. De sand moest doen, u moest meki dat Apura ik kan bereik. Snel, makkelijk, boom fasi, ala suma. En afgelopen wiki, moong misdoan, minister LVV misdoan, minister voor OWO, met dat heeft me konjaso, mino konsoma. Uwe pramisi wantu sani. En a pasi apura nikeri mus meki. A pasi mus meki. En mi gide tu minister opdracht. A jari disi alasan mus ba. Tekening, bestek klaar, financierbaar. En am dena begroting voor 2023. Minister, beide ministers. Eerste kwartaal. 2023. Eerste kwartaal 2023. Dat wat ik hier moet doen. 23. We beginnen aan passie. We beginnen aan het bouwen voor een passie. Uiteraard, je nog verwacht dat alles aan de hele highway, aan de racebaan, aan de asfalt. Begin met die. Aan de materiaal zijn aan binnen kondre. Grind, aan de soort zandert. Make de wagen via je kom. Make de volk via je kom. Dat is je prijs ook zakadjaso. Dat is je ontwikkeling ook kom. De toeristen ook kom. De investeerders ook kom. Want dat past niet kon schatten. Als je kon een bakkerij, ja, zo, je kan heel veel aan het bedienen. No? Dus, dat zijn die projecten, die community projects. Met ijs kan je nog zoveel aan de industriële ontwikkeling krijgen. Want zomaar zou je produceren en dat zou poren. Je nou doen. Maar nu je produceert, je kan potentieel vriezen omdat ijs is.
Weet je, je hebt visie, je kan potten vriezen aan een pori. Je hebt wild vlees, je potten vriezen aan een pori. Dus toch, maar dat zijn de dingen die basisvoorwaarden zijn om ontwikkeling te brengen. Dus we moeten veel community projects hier brengen. Dan ga je zien dat die opleving komt weer op Apoor. En dan pas je dan moet je inspelen met hotel, dan moet je inspelen met appartementen, dan moet je inspelen met toeristische projecten. Dat zijn die kansen. Want we hebben Suriname visumvrij gemaakt voor de hele wereld. En jullie moeten nu inspelen op die markt. En Haken en Bank heeft nu een project ontwikkeld, dat is 2 maanden geleden. Dat heb ik zelf gelaunched. Alles om als een potting bedrijf kan lenen 1 miljoen SRD. Toeristische project, 1 miljoen SRD. Ik heb potting als aan tegen regelen en je kiest een kaart. Want mijn PK, die kan je digitaal, viraal overmaken. En mensen in het buitenland kunnen direct boeken in jouw dorp, in jouw appartement, via Haken en Bank. Dat is zodat de mensen direct betaald hebben als ze komen krijgen door de mobielkaart. Die dingen zijn niet bekend. Op een of andere wijze een boodschap net door. Ja, moest door. Begrijp je? Dus dat nou was aan zo'n moeilijk moet. Dit moeten ze doen. Dit moeten ze ontwikkelen. Mm. Hier is makkelijker transport te rijden vanaf IMGO naar Paraná. Hier ja. Is direct. Ja, rivier. En als je die weg helemaal goed hebt, dan krijg je ook toerisme toch. De man komt bij ICA zo. Vandaag is een droom in vervulling gegaan. En wel op eenzelfde dag hebben we de president en de vicepresident in ons midden. Welkom nogmaals. Mag ik een applaus voor de president en de vicepresident? De gemeenschap van Kabalevo voelt zich vandaag speciaal. Wij zijn ook speciaal. Vandaag zal de opening van de bakkerij plaatsvinden. Het is een project in samenwerking met kabinet-president en commissariaten. En natuurlijk een project tijdens de regering Santokki, Brunswijk. Nou, laatst brengen. Omdat de regering Santokki, Brunswijk heeft de beloofd van Sani langzaam maar zeker de Sani opkomen. Ja, de DC heeft zich ingezet voor een bakkerij en de regering heeft ondersteuning gegeven. Dankzij Abigima Funo, meneer Kulio, die ook toe in JP een regering DC. We geen grantang speciaal voor een project ook toe, dat hij stelt ter beschikking een bloem, dat we campagne bereid dadelijk morgen boeken voor ook toe, ja zo in Apura. Maar meer dan mensen, Mikol dat idee. Ter ondersteuning voor een president. Een president heeft een VP, ik ga naar Pura, Kogwe, ik zou al komen, want die net mis quarantaine, en daarvoor ben ik komen, president heeft een big project, dat ik ondersteunen een big project voor president. Ja, dat is niet lang, maar liever dat ik een big man voor nu, dat is zo'n idee, maar om te zeggen, president kon niet brengen dat hij kon en alleen al die principe lukken. Apura, Washiabu, Section en Sandlanding, wat een big probleem daar zo.
En dat die ADC heeft tegen alle jaren dat president wat probleem. En met breed dat president schreef Konja en eens schreef Xi. Met die grand tani, en met actie van big applaus, ja president. Dank u wel. Wat is er ook jou zo? Op een mooi project. En dat project zou jou duurzaam ontwikkeling komen. Duurzaam want dat een project is een Libi tap apora aan een omgeving ook kom morobo. Een Libi ook kom morobo kom. Want dat prijs aan je paaija brede of de morolagi. Maar ook toen een project is die lekva brada Julio Bicari taki moro sa omeki da alleen brede. Wat lo product omeki? Sai kan serga Guyana se pe Guyana smo kon bai jaso. En le vedu en bufasi. Da senga foto, ye senga de trapresi fu seri. De ture sa o kon jaso, yo seri. Maar wo go moro fara. Want dat brede je bakken naar Blom, Samasra, Bikari, hij Chakovu Dorosei, hij importeer tarwe, hij meer jazo, dat is trom Blom. Maar je hebt Blom toe. Je hebt Blom toe jazo naar Apura en dat naar Ksaba. Dus nu wat je hebt project Kovu. Ksaba, upran kasaba, wo buy alamala. You make money. En a ksaba dati, wo make blon tu. Da wo make zet tu blon. Da bredal suit moroto. Ma noa basma pu apura ene tu. Ma ook tu, meneer LVV, minister LVV. A Marcusa sa we prani. A wet. Met die feestjena Marcusa, minister, anga sandat je met mail toe. Dus anga apura Marcusa teel jaso. Je meka sap Assyrië gebruik uprani mora plantjes, maar al wet sambaka sei dat in puru je drie a minister o begeleiu, a minister o trainiu dan dat ik kan mek blon toe. Dus je kiest productie, je kiest werkgelegenheid en you all make money. Baka want to wiki mo kom baka. Dat we op een ijsfabriek jazo. Want aan een ijsfabriek, alle de oma aan een brada zei, mek san na osso, hij mek sap, hij mek product, ino ma kibren boefasi, omdat ino ap ijs voor koren boefasi. Dat je af bogo bogo ijs no no. Voor hoorde san boefasi. Maar ook te de lobby van de Sisa, zij zoet met die, zij vangen visie, maar in een precipoting, dat je normaal zering, en een eisa ook kon, ik kan kibberen boemfasi, ik kan exporteren ga Nikeri, ik kan exporteren ga foto, zonder dat als een pori, dus je make money. Maar, Miera Boskopo voor deze, a passie belangrijk. Wat even passie kon, voor die keri, naar Apura, dat alle de prijs ook al grong, dat de zaal kon worden makkelijk, a passie ook kon chatu, truk zijn ook kon jazo, bogo zijn ook kon jazo, toeristen ook kon jazo, hotel ook mekie jazo, rokoman veel roko, investeerders ook kon jazo. En ons doelijke project is hier, aan de minister voor OV en de LVV, en de basic ba en een opdracht gig ba a jari di si tekening moest ke ba alles moest plan ke ba en a budget we gebruiken a budget voor 2023 en a passie moest meki en a begin voor 2023 dat naast aan nie a moest meki. Oh!
eerste bakkerijproject. Het is een heel goed project, omdat je zeker bent, de garantie is er van brood, dat we de komende jaren verzekerd van zijn dat er brood is voor de schoolgaande jeugd en voor iedereen eigenlijk, de totale bevolking. Dat is één. We hebben ook, ze zijn ook bezig met een ijsfabriek. Heel goed, want wij gebruiken toch veel ijs in het gebied. En we zijn op de grens. Soms heb je gasten, ook Guyanese, van de Guyanese kant. Dus dat is echt nodig. De minister van LVV heeft gesproken over een pomptijerverwerkingsproject. Dat juichen we toe, omdat het een stimulans is voor de landbouwers, kan je zeggen. We zijn voor de verkiezing nog, waren we hier gestart met een fruitproject, een Marcusa-project. Dat heel succesvol was. We hebben toen meer dan 30 boeren geholpen met een plantmateriaal, met een draad dat je spant. Ze hebben wel zelf zorg gedragen voor hun palen. Dus hun eigen inbreng was ook behoorlijk. En wat ze nu doen, ze oogsten die Marcusa nog steeds. En dat leveren ze. En het doet me dan goed om te zien dat ze nu daaraan verdienen. Maar dat moet nu drastisch verder opgeschaald worden. Dus ik heb vandaag ook zaden voor ze meegenomen, dat ze hun eigen plantjes kunnen aanmaken. We hoeven die plantjes niet meer uit Paramaribo te komen, maar in de kunnen ze het lokaal produceren. Maar dan ga je nu een stap hoger. Wat doe je met de producten die je afoogst? En we hadden ze toen beloofd om een verwerkingsunit neer te zetten voor de verwerking van pomptijer en van cassave. Dat is nu al ver gevorderd. Nu de wegen iets beter worden, gaan we materiaal transporteren richting Apura voor het opzetten van de fabriekshallen, tenminste de verwerkingshallen, waar die machines geplaatst zullen worden. Vandaag is de president en de vicepresident zijn getuige geweest van ijsmachines, 5 stuks die hier zijn binnengebracht. Ze zijn al geïnstalleerd op een plek. We wachten nu op EBS voor de aansluiting op stroom en natuurlijk voor water. En daar kunnen we ijs produceren. We gaan beginnen met een capaciteit van 5 ton ijs per dag. Voor de vissers die hun vis op ijs willen zetten. Maar ook voor de jagers. Die mochten ze hun vlees willen transporteren naar Paramaribo. Die gaat nu mooi op ijs gekoeld getransporteerd worden. U weet, Apura is een heel bekende plek in Suriname. Vooral zeg maar toeristen, mensen die van jagen houden, kennen Apura heel goed. Maar vooral ook de slechte infrastructuur. Dus ik ben vooral hier met de delegatie om een oplossing te brengen in de infrastructuur. Er zijn 3 zaken die ze naar voren hebben gebracht die urgent zijn. 1 is afronden van zeg maar die enkele kilometers dat niet geasfalteerd is nog. Ik denk enkele jaren terug, om het goed hoor, was het start zijn gegeven om de weg langs de rivier te verharden. Men was begonnen, maar het is toen stopgezet geworden. Het besluit is dat we dat gaan oppakken, omdat het blijkt dat het de hoofdweg is. Het is ook niet zoveel kilometers. Dus we gaan een voorziening treffen dat die weg onmiddellijk verhard gaat worden. Dan hebben we heel veel gedaan voor de mensen die hier wonen. Vooral de kinderen die naar school gaan. En ook de toeristen die hier komen, bedrijven die activiteiten hebben. Tweede is, dat heeft te maken met een groter plan. Is de verbinding Nieuw-Nikeri naar Apura. Daar is er zijn de ministers gevraagd, LVV en OW, met de regering om de haalbaarheid na te gaan voor de aanleg van die weg. Het voorstel is dat die weg sowieso in een of andere PPP-combinatie aangelegd kan worden. En weliswaar in fase, want je praat over een 50 kilometer weg. Dat is al ongeveer hoor, grof 50 miljoen US dollar dat je op tafel moet zetten als je een geasfalteerde weg wil hebben. De opdracht van de president is dat het ministerie van OW-LVV onmiddellijk start met het ontwerpen, begroten en ook starten, maar dan in fases. Dus dat is de opdracht. En dan had ik als minister van OW nog een aantal kleine zaken waarvan mijn aandacht vraagt. De rivieroever erodeert enorm. Dat is een bedreiging voor Apura, want het heel materiaal is vooral zand.
En de Vargen is ook dichtbij, dus de erosie is hevig, vooral door de zware regens. Dus dat is een grote zorg van de lokale bewoners. Dus we gaan kijken hoe we plaatselijk wel wat ingrepen kunnen doen. Ik zie dat de natuur met bamboe zichzelf ook al beschermt. Dat heb ik ook gezien. Dus we hebben het besluit ook genomen dat een delegatie van het ministerie van OW, onder leiding van mij, heel binnenkort, dat was al lang beloofd aan de DC, komt naar Apura om deze zaken verder uit te werken. Wij hebben zoveel middelen niet om die weg te rehabiliteren. Maar erger nog, je hoort vaak het kritiek dat de zware voertuigen de wegen verpesten. Dat is ook gewoon zo, dat is logisch. Wij kunnen in heel Suriname geen wegen gaan ontwerpen, want dat wordt onbetaalbaar voor de Belastingdienst. Wij hebben dat niet op de begroting voor dat soort zwaar verkeer, dat soort type verkeer. Dus wat zeggen wij, als die weg vooral door die zware gebruikers wordt, dan gaan we het omdraaien. Dan gaan wij dat stukje weg laten financieren door die weggebruikers. Dus niet door de kleine man. Dat is inderdaad wat ik ook wil zeggen. De kleine man gaat vrijgesteld worden. Want u weet, het probleem is dat vaak de scholieren, de bussen, niet willen rijden als de weg slecht is. Dus binnenkort komt die openbare aanbesteding daarvoor. Het is ook al goedgekeurd door de Raad van Ministers. En dit is de nieuwe manier van infrastructuur die wij gaan creëren, financieren in Suriname. Ik denk dat de weg Nikeri-Apura zal waarschijnlijk in de vorm worden gedaan van design, dus ontwerpen, financieren en uitvoeren. Dat zal het model zijn dat we waarschijnlijk op tafel zullen zetten in een soort PPP-constructie ook. En daarvoor ben ik hier als president, om je uit te leggen die twee moeilijke jaartjes. Nee, die twee moeilijke jaren, die hebben we afgesloten. Met als resultaat macro-economische stabiliteit, duurzaamheid en schuldherschikking, waarbij de meeste van ons schuld na 2025 gaan aflossen. Minder bedrag, lagere rente, maar ook de voorwaarden zijn herzien. Een deel van onze schuld en de herschikking daarvan wordt nog besproken met andere schuldeisen. We zijn nu beland in een fase van stabilisatie om te gaan naar groeifase, waarbij de groei al aangegeven is van 0,5% dit jaar door Wereldbank, 1,5% door IMF, met ook verder groei naar 2023-2024. Maar als ik dit verhaal vertel, u begrijpt het. Wie ziet hiervan die toegevoegde waarde? Als ik zeg 0,5% economische groei dit jaar door Wereldbank geprojecteerd en 1,5% economische groei dit jaar door IMF geprojecteerd. Wie begrijpt dat? Niemand. U gaat het pas begrijpen als u weet dat we in 2020 een negatieve economische groei van ruim 17%, min 17% hebben overgenomen. Dan gaat u begrijpen. Van min 17% naar nu, binnen 2 jaar, naar plus 0,5%. En plus 1,5%. Dan gaat u begrijpen wat we in 2 jaar tijd gedaan hebben. Met onze inspanningen en maatregelen om deze economische stabiliteit te creëren. En natuurlijk is dat ten koste gegaan van de aandacht naar onze broeders en zusters op het veld, in de wijken, in de dorpen, in de leefgemeenschappen. Want, jammer aan haar, macro-economische stabiliteit, minisie, niks in mijn potmoney. Dat is microniveau. En daar gaan we nu na 2 jaar investeren. Met koopkrachtversterking. Opdracht is al gegeven aan onderhandelingsorganen om te gaan onderhandelen met vakbonden. Helaas zegt IMF geen
salarisverhoging, anders stop ik met IMF. Dus we moeten andere oplossingen gaan zoeken. Belastingsgeven, subjectsubsidie, controle van basisgoederen, koers omlaag. Gelukkig ben ik vandaag hier als president en we zijn afgelopen dagen gestart met onderhandelingen met banken, cambio's en alle verantwoordelijken. En wat zie je vandaag? Akkoers hij? Saka. Akkoers hij Saka. Dat is wat we moeten doen. En dit doen we als regering. Maar die ontwikkeling brengen we samen met de private sector. En daarom ben ik vandaag hier. Om tot uiting te brengen de bereidheid van deze regering om met elke private onderneming samen te werken. Het gaat erom dat we samen dit land willen ontwikkelen. Waarbij uw bedrijf een bijdrage wenst te leveren. En we zijn open als regering. En ik ben beschikbaar als president om met uw bedrijf te praten over challenges, uitdagingen en voorzieningen. En soms impediments, belemmeringen, beperkingen. Om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen. En ik hoop dat Greenhart vandaag nog een overeenkomst sluit met Bikari. Voor het leveren van zoveel brood aan jullie arbeiders. Zoveel bollen. En zoveel andere broodproducten. Laat dat het voorbeeld zijn. Dat jullie onze bakkerij ook hier ondersteunen. En dat jullie gebruik maken ook van ons brood. En broodproducten om gezonde arbeiders te hebben. En laat dit ook in het pakket meegenomen worden. Greenheart, I believe in your heart. That your heart is green. And that you support the green economy. That you support the green energy. And that's why we are here. Because we believe that with your company activities, you will contribute to maintain the status of Suriname as carbon negative, but also that you will support a further investment in the green development of the country. Your green heart will be our green heart, lovely heart, the heart for the future. And the heart we need to develop our country. Thank you very much. May God bless you all. Thank you. Johnny Day, Samura Bokone Seku Matongo Day, Samura Bokone Seku Samura Bokone Samura Bokone Seku Matongo Piri 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 Wodi Day, Ewa Ipo Wara Tanshi Day.